bij Pikmin. Oh ja, wacht. Happy New Year. Oh, mag ik gewoon in mijn eigen video zeggen? Hey, Happy New Year! Sorry, ik was bezig en eigenlijk interesseert me dit helemaal niks. Maar ik doe gewoon alsof ik heel blij ben, want eigenlijk is het nu nog oktober. Maar broer. Nou, we zijn natuurlijk in de cave. We gaan nu een diamant uit een cave aan het halen ofzo. Lieve eerstbeestje. Dit is het lieve eerstbeestje waarbij iedereen in je klas dat zegt, maar die is giftig. Maar nu is de grote vraag. Oh, waren ze giftig? Zijn ze giftig? Ja, ik weet dat eigenlijk nog steeds of ze ergens waarschijnlijk volgens mij niet. Google. Heersbeestje. Sommigen denken ook dat gele lieve heersbeestjes wel giftig zijn en de rode niet. Maar niets is dus minder waar. Elk lieve heersbeestje is giftig in meer. Wat? Oké, die zag ik niet aankomen. Nee, ik ook niet. Pak de diamant. Alweer een diamant. Ze moesten creatief zijn. Ik dacht, ze zijn creatief. Ze doen een beetje van die dingen die dan mensen ook echt kennen. Dus je hebt dan weet ik veel, een blikje en dat soort dingen. En dan heb je gewoon twee keer een diamant. Doe eens origineel. Maak de sleutel wat beter trouwens, want de sleutel lijkt niet op een sleutel. Nu ben je niet meer bloemen. Ja, daar gingen alle bloemen ooit. Kan ze daar wit maken. Krijg je in dit spel nog meer opties om pasen te krijgen? Ja. Of is dit het gewoon? Dit is een cave waar we ook uiteindelijk pasen moeten farmen. Zelfs als je geen enkele cave mist daarmee met pasen, weet je dat nog niet. Dus omdat op het gegeven moment heb je een treasure die 100 pasen nodig heeft. En hoe ga je dat halen? Door die cave constant te doen. Volgende verdieping it is. Hoeveel heeft deze? 7. Oké, dat zijn veel paarse bloemen. Daar hecht ik wel. Waarom zit je al hier? Doei. Fuck jou. Misschien heb je geel nodig. Misschien. Ik weet niet wel, maar misschien moet je geel eens gebruiken. Het zeg maar niet helemaal zeker, maar geel zou misschien een optie zijn. Helemaal sterven. Maar hij wilde leven. Heeft hij pech. Het gaat er nog om bij het spel dat je genoeg geld hebt. Want als je alle vijanden ooit erin stopt. En dan heb je gewoon heel snel je geld. Dan is het spel ook heel snel klaar, of? Nee, want het spel eindigt pas wanneer je alle treasures hebt. Nou, het gaat toch naar geld? Je moet toch een bepaald bedrag hebben om je bedrijf te redden of zo? Ja, maar daarna is er nog meer. Hoezo nog meer? Daarna is er meer, maar dat zul je nog wel zien. Oh, is het wel slim? Ja, het zijn pasen, dus ik zou het inderdaad wel doen, maar... Ja, ik wil wel pasen hebben. Ja, dat snap ik. Ik zou wachten tot de bloem eraan groeit. Welke bloem? Als je ze lang in de nee, want ze kunnen alleen bloemen gooien groeien daglicht volgens mij. Oh. Ja. Oh, dat gekke ding. Het is alweer een diamant. Ja, maar dit is geen andere soort diamant. Alweer een andere soort. Maar deze is 110. De maat diamant is 100. Deze is 110. Is meer waard dan de... Oh, net op tijd. Deze het is meer waard dan de sleutel die andere universums opent. Nee, hallo, mother... Oh, nee! Ja! Nee! Ja! Ja! Oh, hij heeft maar 1 vermoord, wat? Oh, hij heeft er gewoon 4 vermoord. Wat een verschrikkelijk ding. Kijk, dit is dus waarom dit spel gewoon gemeen is. Die vijanden kunnen dus gewoon uit de lucht droppen. Ik hou van het spel. Ja. Ja. Heb je eindelijk je mening erover omgedraaid? Ja. Want nu is het spel heel gemeen tegen mij. En nu denk ik van, oh, wat een goed spel. Want nu wordt Pim er boos van. Klopt, dat is hoe ik werk. Ja, dat klopt. Dat wist ik al. De kutvloer. Vloer, ja. Vloer, ja. Normaal noemen ze het vloer. Welkom in Isaac, ja. Ja. Ik denk dat hij in de grond steeds. Oh, nee, dat is een bom. Dat is de functie van bomrocks in dit spel. Want ze zijn terug en dan kun je ze niet meer gebruiken. Ze droppen uit de lucht en ze ontploffen. Ah, het is een soort trollbom. Ja, eigenlijk wel, ja. Sublevel 6. Dus als het goed is, uit mijn hoofd zit de ene laatste. Ja, in de fik, allemaal in de fik. Ik vind het wel grappig als, dat ze doven als je zeg maar gewoon ze terugfluit. Dit is een gevaarlijk stuk. Zeg maar dat hij een bepaald gebied heeft wanneer hij mij niet meer achtervolgt. Ja, dat heeft hij, want hij gaat terug. Oké, okay. Nu is het moment om je paars te gaan maken. Want ik heb een rooie nodig straks volgens mij.
Ik zou wel bazen maken. Dus ja, ik ga rooien doen. Ja. Rooien kan ik wel bijmaken. Daar is nog rooien nodig hebben. Je hebt ook nog een paar. Oh, waar rempel. Maar komt dan dus een flesje van 20, maar die zit in het water of zo. Als ik het nu goed begrijp, had je dus beter 5 blauwe in de bazen kunnen doen. Dan was je in één keer klaar. Oh, tjonge. Ja. Wow, we waren met tijd. Die droppen veel nectar. Oh, die gingen allemaal dood? Al die metalen daar. Oh! Waren dit de bommen waar je het over had? Nee, dit zijn metalen. Metalen die worden soms uit eieren gedropt en die maak je Pikmin bang waardoor ze allemaal verspreiden. En opgegeten kunnen worden door andere vijanden. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik wil jou slapend vermoorden. Gaat echt super snel weg slapen. Oh, dan was hier gevaar. Moet je nagaan dat al die trash. Oké. Okay. Moet je nagaan dat al die trashjes of schatten dus in dat kleine stofzuiger ding zitten. In Pikmin 4 geven ze daar serieus een antwoord op. Blijkbaar hebben ze nog verkleiningsstraal. Ja, oh ja, tuurlijk. Heb je dan ook de vergrotingsstraal? Want als je een diamant vergroot, wordt die toch meer waard? Of. Ik weet niet, maar. En dan gaan we weer een oude vriend ontmoeten. Is het weer de springspin? Nee, niet de springspin. Oh. Is het de vogel? Nee. Is het de vliegtuig? Nee. Is het Mega Mandy die je aan de hemel ziet? Nee? Nee, het is de laatste baas van het eerste spel. Oké, goed. Wat we hiervoor willen? We willen hier paarsen voor gebruiken. Met ultra spicy spray. Oké. Oké, ja, komt hier. De laatste baas van het eerste spel. Ja. Oh. Oh. Maar hij heeft niks gedaan. Hij is de makkelijkste baas in dit spel. Hij heeft niks gedaan. Hij was de moeilijkste baas in het eerste spel en de makkelijkste in deze. Ik vind dat zo fucking grappig. Heb ik genoeg voor u, mensen? Ik heb genoeg vuur. En dan gaan ze door het water. Nee. Toch? Nee. Ik wou niet zeggen. Mons. Was wel leuk geweest als ze dat wel deden. Heeft iemand mogen een knuppel voor mij? Wat? Wat? Oké. Okay. Ook geen paraplu. Oh, dat ding is 250, dat is maar een steen. Ah, moet je dus opletten. Hè. Op dit moment, als je nu. Heb je 22 minuten in een video, hè? Ja. En dan ben je bij de edit bezig en dan zie je opeens dit. Bam, gewoon 1508. Zo. Ik ga eerst dit ding verslaan. Wat de fuck dat ding ook is. Kijk je uit. Een blobvis. Hij doet eigenlijk niks. Dat is zijn aanval. Nog niet. Hij staat daar. Dat wij niet voor hem staan. Hij heeft alleen maar mond aan zijn voorkant. Echt waar? Ja. Laat ook niet blauw is mee helpen. Aan elektriciteit, ja. Wat een insta-kill is. Goed plan. Nog meer plan? Ik zou ook de Pasen laten meehelpen. Anyway, is er dus een cave onder de ding. Maar die weer een cave! Aankomen, wow, hoor. Daar heb ik zin in. Kom! De shower room. We gaan naar de douchekamer. Ah, niet weer jij. Ik heb de vorige keer al 50 vermoord. Hoppa! Fletch! Dan zou je het echt dicht zien! Ja! Ja! Toen ging het 13 in de pikman, hè. Dit is hopelijk de enige keer dat ik dit doe. What the fuck was dat? Je hebt mogelijk nieuwe berichten. Oh, tjonge. Ja. Waarschijnlijk is het weer. Heeft iemand een knuppel voor mij? Ik wil gewoon de knuppel, jongens! Ja, daar komt ie. Doei! De kikker die zojuist iedereen heeft vermoord. Tijd, mensen, ze zat ook. Oh, okay. Oh. Er vallen een paar stenen uit de lucht. Komt hier zo'n steen uit de lucht? Ja. Dat is erger. Weg jij. Wees blij, je hebt geen paarse pikmannen dood. Snap ik niet helemaal. Ja, waarom heb je dan tijd?
Dat is een beetje waar ik mee zit. Waarom heb je tijd als de tijd niks uitmaakt? Als je toch 1000 caves maakt met 1000 levels. Like als je het hiermee eens bent. Nog steeds de caves zijn antwoord van Nintendo op het feit dat heel veel mensen tijdlimiet in Pikmin 1 te frustrerend voelen. Ja, maar waarom maak je dan wel een tijdlimiet, maar geen tijdlimiet? Nee, Pikmannen. Jappa! Oh. 15? Voor een klein tubetje? Tubetje. Nee, een blikje Red Bull, dat lijkt het op. Een blikje Red Bull, want ze willen sponsoring in deze spellen doen. Nee, wat niet meer. Ja, nu niet meer mag, maar... Er was gewoon geen Red Bull in de originele. Verder van wel? Ik ga de Wii-versie niet opnieuw spelen om die theorie ja, uit te volgen. Want het is redelijk ver in het spel, dus ik ga niet... ver. Ja, het is, zeg alsjeblieft dat het ver in het spel is. Het is een batterij! Het is een Duracell batterij, nee. Ja, sorry, moest ik even doen. Nu explodeert mijn hoofd, hè. Dankjewel. Oh, hij is paars, pas op hoor. Vooral. Die is groter gewoon, dat is wel het enige verschil. Komt de steen uit de lucht. Ja? Of een kikker. Een van de twee, denk ik. Ik kies voor de kikker. Kies jij voor de steen? Het is de kikker! Ja! Nee! Er is er daar nog één. Waarom? Moet wel de kikker vermoorden. Kies dit spel altijd voor de kikker. Ik zie het wel voor me dat gewoon deze hele kamer opeens gewoon één grote dikke vette kikker op het paad. Dat gewoon alle deuren. Alle sublevels komen gewoon op je hoofd vallen. Ja. Maar je gaat toch steeds dieper, dus in theorie kan dat. Ja. Gewoon zo'n implosie. Alles zo. Stort in. Het is een ding wat je... Oh, dat aluminium van die... Ja. Van dat knakkel. Als je dan dat zijkant... Ja, dat snij je vingers. Ja, dat snij je vingers. Wees blij, het is een gratis sublevel. Nee, daar ben ik niet blij mee. Het kost weer verspilde tijd. Nee. Want je hebt hier verder dus niks. Ik noem dat een treasure. Dat is een blaadje. Trouwens, dat was een groen blaadje. Waardoor het leek op wiet. Oh, maar dat hebben ze nu gesensord. Ah, dus nu is het een rood blaadje wat niet lijkt op wiet. Als dat blaadje 200 euro waard is, dan word ik gek. En dit is maar 10. Maar 10 waard. Maar gaat riool in, links. Is geen riool, dat is een treasure. Ja, dat is riool. Heb je een riool geschat? Mooi een riool of zo. Laat maar even mee. Ja, klopt, ik ben een riool. Ken je iets? Ik ben zeg maar die clown, dat ben ik. Ja, het is gewoon, wat is het, een pan? Pan? Pan, met zijn stengel eraf. Nee, stengel is zitten we aan. Ja, broken food mass, het is een pan. Nee, een broken food mass. Kijk, het is een broken food mass wat een pan moet voorstellen. Als het een broken food mass is, betekent niet dat het niet op een pan mag lijken. Ja! Oh! Ja! Hij heeft er eentje gedood. Ik ben bang. Pak de vuurnazi. Een avatar. Ja. Is een avatar heel erg hoog gereden op IMDb? Het is ook best wel goed. Ik heb het echt nog nooit daadwerkelijk gezien. Ik wel, maar ik heb het nooit daadwerkelijk uitgekeken. Of ik keek zeg maar alles gewoon op Nickelodeon. Nickelodeon zet die afleveringen niet in de juiste volgorde achter elkaar. Dus het is gewoon... Zet er ook op Netflix? Voor mij inmiddels wel. Dat weet ik echt niet zeker. Ik was er al aan begonnen om het zeg maar gewoon te kijken gewoon vanaf het begin. Maar ik ben gestopt omdat ik gewoon dacht, oh kut, het is eigenlijk best wel saai, want het is een kinderserie. Geen SpongeBob en zo. Nee, helemaal niet. Kijk geen SpongeBob, dan kom je erbij. Dat is gewoon leuk omdat het dom is. En Avatar is gewoon. Wow, wat was die leg spike? Zeg je dat dan? Wat? Zag je die leg spike? Ik zag de leg, ja. Met een kikker. Wedden? Ik een kikker. Als jij zegt kikker, zeg ik steen. Nee, een kwal. Dat is een kwal. Dat is een interessante. Dat is een nieuwe, die hebben we nog niet gehad. Welke vijand komt er vandaag uit de lucht vallen? Steen, ik kies jou! Voor mij zit de ene laatste sukker. Ik hoop het wel. Trouwens, er is gelijk een kikker. Ik haat dit. Waarom houdt deze cake van kikkers? Oh, nee! Hij had een bom op zich! Maar die spinnen konden toch ook al van die trashjes vastpakken. Dus dat is best logisch dat ze ook bommen kunnen vastpakken.
Nee, ik zie de hele eend. De hele eend is daar. Ik gok op steen, nog steeds. Ik wil de steen een keer. Het is nu de troll dat je niks hebt. En dan net voor het schip, pof! Het hele schip verplaatst op deze manier. Ja. Ugly, rubber ugly. Waar is nou mijn tut? Dus die moet daar ergens staan. Waar staat die laatste dan? Elf is in gaan staan. Ja, oh, ja. Daar, eindelijk. De tijd. Van I don't know. Ja! Yes! Woe! Party! Doen. Deze baas werkt op een unieke manier waarop de twee kapiteinen ding wel heel erg leuk werkt. Want hij gaat nu op Louis af. Dat we omswitchen. Dan gaat hij op Ollie maar af. Dus dit was wel een unieke baas, alleen is hij heel erg makkelijk wanneer je hem eenmaal door hebt. En dat hele kleine stipje daar. Dat is de baas. Ze hebben hem laten krimpen, laten verdwijnen. Oké. Okay. Dit hele kleine ja, basisstipje, dat is de baas. Ik zag hem. Anyway, we gaan nu weer terug naar de surface. En daar eindigen ook de aflevering. Want we hebben nu de cave compleet. We hebben de hele shower room klaar. En we zijn al 1:09 bezig. Ja, klopt. Tot volgende week. Dan hebben we gewoon Mario. Mario. Zien we dan dat ik zeg maar gewoon dat level niet haal? Is dat volgende week? Nee, dat is vast vorige week. Volgende. Of was het volgende week? Dat was vorige week. Dat ik vorige week had die level niet gehaald. Uiteindelijk wel, dus ga kijken.